Ja? Kan die? Ik weet niet wat er gebeurd was. Ik had hem vanmorgen schoongemaakt. Hey. Heb je knopje gezet? Snap je? Zo. Hoe heet jij? Gerald. Mag ik Gerald zeggen? Natuurlijk. En jij bent van De Nijs Motoren. Ja. Wat heb jij met motoren? Ja, daar ben ik gewoon helemaal gek van. En ik rijd altijd motor al vanaf mijn 16e. Stiekem. Dus dat krijg je er ook niet uit, hè. Dus. Nou zie ik hier heel veel Harley Davidson staan. Ja. Waarom juist die? Ja, dat is toch, blijft toch het mooiste, hè. Harley Davidson, daar heb ik iets mee. Het zijn toch wel speciale motorfietsen. Neem niet weg dat de Japanse motorfietsen, et cetera, is extra net zo mooi, hoor. Dat geeft allemaal niet, hoor. Maar ik heb toch iets meer met de Amerikaanse motorfiets. Heb je wel eens op een Harley Davidson de Route 66 gereden? Nee, ik ben nog nooit in Amerika geweest. Maar die staat vast op jouw verlanglijst. Ah ja, maar dan moet ik de vliegtuig in, dat begin ik niet aan. Echt niet? Ik ga niet vliegen. Dus dat wat roeien. Nou staat hier buiten zo'n hele mooie auto. Mm-hmm. Waar we zo in gaan rijden. Wat is dat voor auto? Dat is een Dodge D100 pick-up uit 76. Met een big block, 6.6. Op gas, belastingvrij. Fijne auto. Wel veel onderhoud, maar het is en blijft een mooie auto. Hoeveel pk heeft dat ding? Die zit zo rond de 400 pk. 3,5 tot 400 pk. Is dat veel? Dat is veel. Wat loopt die dan? 1 op 3. Dat wil je weten, hè? Ja, dus we blijven op gas rijden, of niet? Hè? En als je nou in die auto zit, hè? Ja, ja. Denk je dan ook aan stikstof? Nee, ik denk helemaal nergens aan. Sorry. Ik denk helemaal niet, nooit aan stikstof. Jawel, wel? Wie denkt nou aan stikstof? Het gaat goed, hè? Of zeg iets verkeerds? Nee, toch? Nou, maakt die auto een heerlijk lawaai. Ja, mooi geluidje. Prachtig geluid. Ja. Krijg je er wel eens klachten over? Genoeg. Eigenlijk meer mensen die het mooi vinden, maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen van die gaan zitten zo op de fiets, of lopen zo, die lopen te mopperen tegen mij. Ja, goed. Maar mokt al. Maar je bent eigenlijk wel een icoon in Brummen. Oh, ja, dat was me nog niet opgevallen, maar ja. Heeft de Gallery Aaldering ook interesse voor jouw auto? Nee. Waarom niet? Ik ben er wel eens geweest, zeg maar, vind je ervan? Nee, hij vindt net anders dag auto's mooier. Nou, we kunnen natuurlijk wel even een ritje zometeen maken naar de Gallery. Ja, vind ik goed. Rijden we even om het terrein heen. Ja. En misschien is hij wel thuis? Ja. En de koffie staat altijd klaar, zegt hij, dus dan gaan we er gewoon even kijken. Wat vind je ervan? Doen we. Ik vind het goeie. Een oud ding. Nou, dan gaat het gebeuren. Choken. Nee. Oh, zet hem even uit. Maar dit gebeurt toch wel vaak? Nee. Dit is echt niet te geloven. Dus ik rijd het daarmee. Dit heeft hij nooit. Het is als dat duvelde met spul. Denk je dat de auto zenuwachtig is voor Brummen TV? Ik heb hem al, hij doet het al. Hé, hij gaat. Ik wou het al zeggen. Ja? Kan die? Ik bedoel, je gekker worden hier bij Aaldering. Ja. De zakenmensen ontmoeten elkaar. Dag meneer Aaldering. Hoe is het, joh? Bij mij is het goed. Dag, Brummen TV. Hallo, hey. Hallo. Hallo, ja, Brummen TV. Hey. Oh, sorry. Hey. Oh, nog. Hey. Nee, nog. Ja, daar. Ja. Dus, Brummen TV. Geef hem nou even het kaartje. Ja, kaartje van Brummen TV. Dat hadden we zo ingestudeerd. Ja. Hier, kijk hier. Ja, Aaldering, daar staat er ook op. Nee, met z'n tweeën. Kijk eens, als vrienden.
Wie wil het? Wij staan er altijd op. Wij staan er altijd op. Ja, mooi, hè? Heb je? Stel nu dat Nico jouw auto wil kopen. Wat moet Nico daar dan voor betalen? Kan hij niet betalen. Ja, hij doet een beetje die oude rotsen, Nico. Gerald, bedankt voor deze bijzondere middag. Ja, nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Dus super. Zijn er dingen die je niet in de film wil hebben? Ja. En dat is dat hij begint niet wou starten. Ja, kan die?